Keukenvrienden, kookvrienden, daar zijn we met mijn Harry's barbecue tip. Ja, en die tip die heb ik gekregen van een vriend van mij, Marcel. En die tip heet de kont van de kip. Juist. En dat begint met bruin bier. Daar begint het allemaal mee. Ja, dus die ga ik even openmaken. Hup, kijk. En dan gooi je er eerst even wat uit. Kijk, je hoeft niet alles te gebruiken, even zo. Hup. En dan nemen we een takje rozemarijn. Kijk. Snijden we even door tweeën. En dat gaat, ja. Hup, die gaat hierin. Ja. Dit is allemaal voorbereiding van de kont van de kip. Ja, 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 jongens. En dan gaan we door met tijm. Ja. Ach, jongens. Dit hoort allemaal bij de voorbereiding van de kont van de kip. Het is geweldig, hoor. Ja. Zo. Nog een beetje tijm. Hoppakee. Dus we hebben bruin bier. Dan gooien we even wat uit. En dan pakken we rozemarijn. Twee takjes gooien we in dat blikje. En dan nog wat tijm erbij. En dan komt die. En dan gaat dit erbij. Knoflook. En dat gaat ook dat bier in. Kijk. En dan heb je je goed voorbereid op de kont van de kip. Ja, daar is die. Ha, de hoofdrolspeler. Dit is een bio-kip, jongens. Hij heet Sjaak en hij is het ook. Dus die gaan we even lekker door de kruiden halen. Let op, hier. Kipkruiden. Mag van alles zijn, hè. Je kan ook pittige kruiden nemen. Je kan het allemaal zelf invullen. Ik heb nu even kipkruiden. En daar gaat even lekker wat olijfolie bij. Hup. Kijk, kijk, kijk. Even wat olijfolie. Zo. En dat. Ja, roeren we lekker door elkaar. Oh, jongens. Ja, de kont van die kip. Oh. En dan hebben we een kwast nodig. Ja, want we gaan Sjaak. Kijk hier. Die gaan we lekker. Kijk, zo. Gaan we Sjaak lekker insmeren. Met dit heerlijke papje. Oh, kijk. En dat vindt Sjaak lekker. Kijk. En dan gaan we Sjaak even opvullen. Ja. Kijk, hier hebben we zijn kont. Dit is de kont van Sjaak. En dan gooien we lekker een citroentje in. Oh, heerlijk. En nog wat rozemarijn. Hup. Lekker opvullen die handel. Zo. Voor, ja, goed. En nog een knoflookje erbij. Hier. En nu. Ja, jongens. Nu komt de truc. Dit is het. Dit is het punt van de kont van de kip. Want het bruine bier, dat zetten we hier neer. Hup, staat. Dan pakken we Sjaak. Hier, met helse vullingen en zijn hele handel. En die gaan we dan over dat blikje heen zetten. Dus je draait de hele kont van Sjaak. Die draai je over het blikje heen. Ja, kijk. En hier. En die staat. En Sjaakje staat en die is er klaar voor om op de barbecue te gaan. Komt-ie. Hoppakee. Ja. Kijk, als je zo'n ding niet hebt, een Weber is ook goed. En anders, dan gooi je hem gewoon lekker in de oven, 200 graden. Hier is Sjaak. Ja. En ik ga je wat zeggen. Door dat bier in zijn kont, dan wordt Sjaak zo verschrikkelijk soepel van. En zo mals. Die is Sjaak in zijn hele leven nog niet geweest. Veel plezier. Zo, dekseltje gaat dicht. En we laten Sjaak lekker een uurtje staan. Ik doe twee, maar het is één uurtje. Half uurtje onderweg. Kijk even mee. Kijk even mee. Oh. Oh, ja, ja, ja. Staat hij lekker te knetteren. En lekker te spetteren. Sjaak, jij riep het naar zijn zin, hoor. Klep je weer dicht. Vloep. Ja, daar ligt hij, Sjaak. Daar ligt hij. Ja. Jongens, we gaan hem even testen. Ik ga hem even proeven. Ja, gaan we. Oh. Oh. Ja. Hey. Dit is hem, hoor. Ja. De kont van de kip. Mals. Oh.